Meneer Kuzu, aan u het woord. Geachte burgemeester, geachte wethouders, geachte raadsleden en beste Zeewoldenaren. Ik ben niet naar Zeewolde toegekomen omdat ik geen vertrouwen heb in de lokale politiek. Integendeel, ik heb in de gemeenteraad van Rotterdam gezeten en ik weet hoe belangrijk het is om besluiten op lokaal niveau te nemen. En het geeft mij moed als ik de drie insprekers voor mij heb gehoord. Ik ben naar Zeewolde gekomen omdat ik een tegengeluid aan Geert Wilders wil laten horen. Wilders komt hier helaas naartoe om de boel op te hitsen en om angst aan te wakkeren. Onthutsend dat iemand zo keihard over andere mensen kan praten. Die woorden van Wilders doen mij niet alleen in Den Haag zeer, maar ook hier wanneer het in Zeewolde wordt uitgesproken. En daar wil ik een humaan geluid tegenover zetten. Beste mensen, vluchten doe je niet voor je lol. Dat doe je alleen als je ten einde raad bent. Als je in eigen land geen enkele uitweg meer ziet. Die mensen laten alles achter en dat vereist enorme moed. Een bijna niet voor te stellen moed. Probeert u zich eens voor te stellen dat u zelf uw boeltje zou moeten pakken en zou moeten vluchten. Dat u uw huis, uw familie, uw vrienden achter moet laten en na een barretocht aankomt in bijvoorbeeld Nairobi of Rio de Janeiro. En hoe machteloos zou u zich wel niet voelen als daar een lokale politicus staat die zegt: eigen volk eerst. En u hem uitmaakt voor gelukzoeker. Zou dat niet pijn in uw ziel doen? Beste mensen, we zien nu ook dagelijks de beelden van de vluchtelingenstromen. Wat mij betreft ook de grootste opgave waar op dit moment de wereld, de Europese Unie, Nederland, maar ook de gemeente Zeewolde voor staat. Mensen die op zee verdrinken. Mensen die in vrachtwagens stikken. Mensen die vastzitten op stations. Die beelden laten toch niemand onberoerd. Voor die mensen zouden we toch iets willen doen. Even korte feiten. Het grootste deel van de vluchtelingen wordt opgevangen in de regio. In tegenstelling tot wat de heer Geert Wilders beweert. Pakistan en Turkije vangen per land 1,6 miljoen vluchtelingen op. Iran en Libanon per land 1 miljoen. In Europa was het aantal asielaanvragen in 2014 600.000, waarvan 25.000 in Nederland. Dat is internationaal gezien 0,000001% van de totale asielzoekers, van de totale vluchtelingenstroom. En op Europees niveau gaat het om 4%. Binnen Europa doen we iets meer dan je op basis van ons inwoneraantal zou mogen verwachten. Maar niet veel meer. Wat is ons standpunt in de Tweede Kamer? Asielzoekers moeten eerlijk worden verdeeld over de Europese Unie en over Nederland. Wij bekritiseren het kabinet ook als een klein dorp een centrum van 1000 asielzoekers bij krijgt. Denk aan het dorp Oranje eind 2014. Daar ging het om een klein dorpje met een asielzoekerscentrum voor 1000 mensen. We hebben het hier over Zeewolde, 22.000 inwoners, 900 asielzoekers. Dat is goed te doen, wat ons betreft. Wij bekritiseren het kabinet ook als het de asielzoekerscentra groter wil maken om kosten te drukken. Want het beste voorbeeld van asielzoekerscentra zijn die centra die verweven zitten in de gemeente zelf. En 2 van uw raadsleden zijn op bezoek geweest bij een asielzoekerscentrum en hebben gezien dat het ook heel goed werkt, vernam ik uit de media. Beste mensen, het is een belangrijk besluit waar jullie in Zeewolde voor staan. Ik snap dat er mensen zijn die tegen de opvang van asielzoekers zijn. Maar als je deze beelden ziet, ik wil toch even dat jullie daar naar kijken. En ik weet ook zeker dat jullie het allemaal hebben gezien. Maar ook dit plaatje in Oostenrijk, met die vrachtwagen. Stelt u zich eens voor dat dit uw kind zou zijn. Dat dit uw kleinkind zou zijn. Toen ik hier naar Zeewolde kwam, zag ik een kermis. Ik zag daar kinderen. Die kinderen die nu verdrinken in de Middellandse Zee, die zouden kunnen spelen met uw kinderen of kleinkinderen. Volgens Wilders wordt Nederland overspoeld door vluchtelingen. Maar het feit is dat de stranden van Zuid-Europa worden overspoeld met lijken. Wilders is op dit moment al weg, waarschijnlijk omdat deze beelden zelfs voor hem schokkerend zijn. Beste mensen, beste Zeewoldenaren, geachte raadsleden, Gun mensen als Geert Wilders niet dat ze u menselijkheid afpakken. Doe daar niet aan mee. Kies voor de medemenselijkheid in plaats van voor de haat. Kies voor het gulle gebaar in plaats van voor de kille afwijzing. Kies voor de barmhartigheid in plaats van voor de angst. Ik reken op jullie wijsheid en ik wens jullie de komende weken veel succes met het nemen van het besluit. Dank u wel. Dank u wel.